de plan is eigenlijk om nou naar Nijmegen te gaan, heel random. Staat... Nee! Je rijdt net weg! Dat flesje is een beetje... Yo mensen, welkom bij een gloednieuwe vlog op mijn kanaal. Mijn naam is Joshua, welkom bij een gloednieuwe vlog van mij. Ik hoop dat jullie een beetje nu al bent aan mijn haarkleur. Ik wel, want ik zie het bijna niet. Maar vandaag heb ik met Jack en Jay afgesproken. Ik kom ook lekker vandaag in de vlog. Rond 1:30 zijn we hebben afgesproken bij de busstation. Dus dan zullen daar Jay en Jack ook daar zijn. We gaan het plan is eigenlijk om Oslo's te zoeken, of Schotse Hooglanders eigenlijk, of de koeien met haren. In ieder geval Dead Beast volgens mij. Maar we gaan proberen te zoeken. Als dat niet lukt, gaan we gewoon lekker de stad in. Papa, ben je al bezig met kerst voorbereiding of wat? Kerst? Nee. Pasen. Ja, Pasen, sorry, Pasen. Ja. Dacht al. Dan zei papa mee, nee. Kijk, mensen, even dit gemaakt. Mooi, hè? En ik, papa heeft platen meegenomen. Ik moet een konijntje doen. Hier ben ik nu een keer. Ik ben al een konijntje. Heb je ook een konijntje gemaakt? Ja, maar Koosje... Ik wil een konijntje. Koosje heeft al de stiften. Dus, is iedereen kind geworden? Ja, iedereen is kind geworden, ja. Of zie ik het dan verkeerd? Dan zie je al een beetje kleur. Wacht even, ik papa. Steek het gewoon op de raam. Niet op man, hè. Zo mensen, ik loop nu naar het station om Jack en Jay op te wachten. Ik heb even petje opgedaan voor mijn haar. Want hun mogen eigenlijk ook zien hoe ik eruit zie. Dat is tijd, zo grappig zijn. Eens kijken wat we dan gaan doen. Kijk op pad met Jay en Jack. Kijk hoe dat afloopt. In plaats van alleen maar met Davy. Kijk mensen, dat is Jack. Kijk, dat is een beter. Hij ziet wel staan. Daar hebben we hem, jongen. Ja, zeker weten. Was goed? Ja, zeker. Nu moeten we nog op Jay nog. Ja. Hoe lang sta je lang? Ik denk 2-3 minuten. Oh. Valt mee, dus. Zeker. Mensen, daar komt de bus staan. Jay zat voor helemaal voorin. Waar zit hij? Zie je hem? Ja, ik zie hem. Kwaliteit, jongen. Kwaliteit van de camera. Ja, super kwaliteit. Oh ja, trouwens, als Jay denk hier is, heb ik voor jullie al bij een verrassing. Ja? Oh, ben benieuwd. Ik heb de verrassing al de hele tijd bij de verrassing. Ja? Even! Hallo Jay! Goeie mannen van het leven. Jazeker. Was goed? Zeker, maar jullie? Ja, prima. Oké, Jack, ga eens naast Jay staan. Ja? Ik heb een verrassing voor jullie. Hoi. Ben je klaar? Ja. Zo. Ben je te blond? Ja. Ah, een keer iets anders. Zeker. Ja. Ah. Kijk, zijn mensen, daar hebben de tweede vlogger. Dat is iemand met een dikke drinken, ik en Jay. Jack die even omhoog. Ja, ik heb hem wel. En de plan is eigenlijk om nou naar Nijmegen te gaan, heel random. Dus ga ik even wat we Nijmegen beleven. Kijk maar eens, gewoon geconcentreerd lopen op het telefoontje. Nou gaat deze winkel in, mensen. Wacht even. Fieke. Zo, ren die even voorbij. Zo mensen, zo loop je op een keertje met die twee mannen in Nijmegen. We gaan kijken wat we allemaal gaan doen. En we gaan sowieso vandaag eerst eten. Dan gaan we daar dat ging doen. Heb je iets eten zoeken? Ja, zeker. Dan weten we vast waar we kunnen eten. Komt goed. Jay en Jack, ik vind de dag maar vroeg. Het is nog niet eens. 20 over? Nee. Ja. Is het nog niet eens? Nou, een klokje daar. We zijn even.
Oh, oh jongens, moet hierheen. Oh, daar zijn jullie. Zijn even een broodje zoeken, mensen, een broodje. Voor ons eigen, ja, we zien even de bakkenbad. Waarom zeg je het bakkenbad, jongens? Het is bakwerk. We gaan de bakwerk even een broodje halen. Anders gaan we nog altijd naar de McDonald's, vind ik. Helemaal prima. De mensen hadden bij niks, helemaal niks. Ja. Ze hadden echt vrij weinig. Alle schappen waren bijna leeg. Oh, we gaan nu naar de McDonald's toe. Ik ga denk ik lekker veel eten. Jij denk ik ook. Denk ook, ik heb honger. Ja. Maar wanneer had je de laatste keer gegeten? 11 uur. Ik kan me wat veel in natuurlijk. Ja. Misschien of je net zo veel bestaat als Davy. Die bestaat echt veel. Ja. Volgens mij mensen, het is nu gewoon 3:30. En hij heeft, pas om 11 uur voor laatst iets gegeten. Nou mensen. Zitten we even met lekker eten. Ik zeg, Jay, houd het nou echt beschrijft. Ja, ik ga nu buffelen. Ik ga gewoon ook beschrijft houden. 2 hamburgers, een klein frietje en een drinken. Jack, wat ik nu hoor, ga jij de challenge doen? 5 kilo snoep eten? Ja, dat wil ik wel ooit een keer doen, maar vandaag niet. Ja. Is goed. Ja. Maar lopen we wel naar binnen doen, wat? Ja. Jongens, we verlaten het drukke Nijmegen. Ja, zeker. Ja. En nu gaan we terug naar het station. Mijn voeten doen echt enorm veel zeer. We zijn dus moe. Hoe zou jouw moed idee, Jack? Oh, het was wel super. Moe. Ben je moe, ja? Nee, helemaal niet. Ben je niet moe? Nee. Je rent nog een rondje in ieder geval staan op de straat. Ja, dit is. Laat maar, als het niet aankomt, had je het goed aan. Ja. Dus eigenlijk gewoon, lig hier gewoon. Ja. Oké. Okay. In ieder geval, mensen. Ik ben moe, Jay is moe. Jack, daar zegt hij nog, die gaat nog. Ja. Wat jij aan doen? Ja, mensen, wij lopen nu naar het station toe. We gaan huis, denk ik. Kijk mensen, hier kan je even van genieten, mensen. Wat doet Jack? Even ja. Tot rusten even. Met al die drukte om je heen. Nu hoor je gewoon helemaal niks meer. Nee, even oh. Fijn. Oh. Neem mij naar fiets mee. Ja. Oh, maar even de rust is even. Dit was echt goed gegaan. Dat is even goed, even zo rust lopen. Die bus moeten we hebben. Ja. 83. Staat. Nee! Die rijdt net weg! Ja. Ja. Dat is een half uur wachten! Ja, ja kunnen we zetten. Dat wordt een half uur wachten, dames en heren. Oké, Jay, ik moet je toegeven. Als we dat niet in waren gelopen. Hadden de bus gewoon gered. Dat klopt. Ja. Ik dacht, die bus is al lang weg. Ja. Maar nee. Die bus zag je wel aankomen, Josje, hoor. Dat geeft me gas. Ja. In ieder geval, we hebben lekker tot even rust komen. Dan hoor je weggelegen wel alles door elkaar heen: vogels, mensen, auto's. Dat was dat dingetje wel echt dus nodig. De mensen, nou zitten we even hier even chillen. We spullen even hier, dus een beetje allemaal rotzooi dingen. Jack is daar, ook nee, zijn eigen ding te doen. Jay is kapot. Ja. Slaap, kindje, slaap. Wat ga je nog dat niet doen dit weekend, dag thuis zondag? Denk even liggen. Liggen? Ja. Ik ga denk ik jouw tactiek na doen, ook even liggen thuis. Ja, doe maar. Ja, nog een zondag? Ja, misschien een beetje bank hangen, tv kijken. Ja. Ja. Maar voor de rest niet veel. Oké. Okay. Ja, ons dagje zondag, ons dagje Nijmegen zit bijna op, Jack en Jay. Yes. Het klinkt zo gek, hè, Jack en Jay. Jack en Jay. Ik ben normaal... Jack en Jones. We zijn wel de drie J's. Ja. Joshua, Jack. Ja. Jay. En ik. Ja.
Sorry? Wel lachen, ja. Zeker. De volgende keer is een onze. Ja. Mm-hmm. Is goed. Ben benieuwd wat ons de volgende avontuur is voor mensen drietjes. Maar dan gaan de mensen zien. Dan gaan de mensen allemaal zien waar we de volgende keer naartoe gaan. Dit is nog een verrassing. We hebben het aan het uitstippelen wel een beetje. Maar hou je volgens in de gaten, zeker weten. Ja. Ja mensen, ik ga met Jay en Jack in de woningbus. We gaan naar Gent toe. En dan ja, eerst gaan we naar de boswinkel, want hij wilde wat drinken hebben. En dan gaan we naar huis toe. Jay, we staan in de winkel, Jay. Heb je dit nodig? Ah, dankjewel. Ja. Ken de cola. Dat flesje is een beetje. Het is een beetje. Oh, ja, dorst. Dorst. Een flesje, die hebben binnen een minuut leeg. Nou, en leeg voor staatsgeld mag. Nou jongens, hier scheiden onze wegen. Ik ga die kant op. Jij gaat die kant op. Ja. En jij gaat denk ik die kant op. Ja, daar stond echt druk op. Dan zeg ik tegen jullie tot de volgende keer. Ja, tot de volgende. Mijn mensen, ik ga slapen voor deze vlog. Ja. Ik ga niet slapen voor de vlog. Maar ik ga voor mezelf slapen. En dan heb ik mensen nog maar één ding te zeggen voor deze vlog. Mensen, dat is mensen voor deze vlog alleen. Nog één ding te zeggen, dat is mensen. Eerst doen, dan denken.